Ik ben Petra de Zutter, ik ben gynaecoloog, ik werk in het UZ Gent. Ik ben ook verbonden aan Universiteit Gent. I'm a green politician. I'm a deputy prime minister of the new federal Belgian government. Petra de Zutter is sinds 1 oktober onze vice-eerste minister en minister van ambtenarenzaken, overheidsbedrijven, telecommunicatie en post. Ze is intussen al 6 jaar actief in de politiek, waarbij ze actief betrokken is bij verschillende thema's. In de Belgische Senaat en de Raad van Europa komt ze op voor de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen. En werkt ze rond bio-etnische kwesties zoals draagmoederschap en commerciële eiceldonatie. Daarnaast zet ze zich ook in voor een socialer Europa en de bescherming van vluchtelingen en mensen uit de LGBTQI+ gemeenschap. Voordat Petra actief werd in de politiek, werkte ze als gynaecologe en fertiliteitsspecialist. Ze wordt hier geconfronteerd met patiënten die gezondheidsproblemen hebben door schadelijke stoffen in onze leefomgeving. Ze besluit om zich aan te sluiten bij de Ecologische Partij Groen om deze problemen aan te pakken. Als vice-eerste minister zal mevrouw de Zutter waken over de groene lijn in het bredere regeringsbeleid. Haar authenticiteit en uitgebreide dossierkennis zorgen ervoor dat ze gerespecteerd en vertrouwd wordt over partijgrenzen heen. We willen daarom dit jaar onze Straffe Madame Award uitreiken aan Petra. We willen haar bedanken voor haar inzet, voor wat ze al verwezenlijkt heeft en voor wat er nog moet komen. Speciaal voor Internationale Vrouwendag willen we haar ook bedanken voor wat ze gedaan heeft op vlak van vrouwenrechten en gelijkwaardigheid van de vrouw. Ik ben bijzonder vereerd dat ik die award mag ontvangen. Ik heb daarover nagedacht en ik heb gedacht van eigenlijk moet ik die award meteen doorgeven. Aan al die vrouwen die in de zorg en in het onderwijs het laatste jaar de samenleving recht hebben gehouden. Want zij zijn de echte helden die ons door de crisis hebben geleid. Wij zijn maar wat we zijn en wat we doen. Maar dat zijn de mensen die in de frontlinie heel vaak, met risico voor zichzelf, in combinatie met al hun andere taken, dit er nog een keer bij hebben gekregen, waar het water tot aan de lippen staat. Heel vaak vrouwen, zoals ik al zei. Ik wil graag die award aan hen schenken.